Nou, het is namelijk 20 augustus 2017. En ik sta hier bij het, verlaten megastore bijna zelfs. Want ja, zoveel winkels zijn er niet meer. En daar is als het goed is een 3D pannenkoekprinter. Nou, iedereen hebben het al eens een keer in zijn nieuwsuitzending gehad. Wij nog niet, dus we gaan nu eens even kijken van hoe dat nou eigenlijk zit. En of we een pannenkoekje kunnen maken met ons logo. Dat zou leuk zijn. We gaan kijken hoe die pannenkoekprinter eigenlijk in elkaar zit. Nou, zo te zien is het toch nog een winkel. Nou, dat vind ik nog wel knap dat hij hier nog zit. En verdomd, hier is ook gewoon nog een winkel. Nou, moet niet gekken hoor, ik heb al twee winkels gezien. Het schijnt gewoon dat er nog meer winkels zijn. Dus nou, over die leegstand, ja. Nou, als ik boven kijk is wel alles leeg. Schijnbaar toch nog wat winkels hier. Nou, ik sta hier bij Pets Place XL Den Haag. We hebben laatst nog een reactie gegeven bij mijn Facebookpagina. Want ze schijnen nieuwe speelgoed te hebben, een soort knuffelbeesten, die nog beter en nog langer intact blijven dan de Kong. De Kong is eigenlijk een groot hard speelgoed voor de Savage. Nou, we hebben eronder gereageerd van laat ons het graag testen. Want ja, ik heb zelf een Savage, onze chester natuurlijk. Maar daar hebben ze toch niet op gereageerd. Maar daar gaan we denk ik binnenkort meer over horen. Ja, om je leegstand op te vullen kan je natuurlijk ook twee winkels plaatsen. Hier staat een blokker en ik kom even meedraaien. Kom. Kijk, en het leuke is, draai me gewoon mee met je voeten, mag wel. En hier is ook een blokker. What the fuck? Het apparaat gaat een Playmobil hoofdje maken. Nou, we zijn benieuwd. Kijk dan hoe dat gaat, joh. Geweldig. Als je alles splitst, doet hij nou in dezelfde tijd 2. En dan is hij klaar. Geweldig. Alleen, wacht even. Cameraman, kom eens even hier. Deze lijn heeft hij niet goed gepakt, hè? Die heeft hij niet goed gepakt. Het is vrij moeilijk, het lijkt wel makkelijk, maar de timing is heel belangrijk. En in het begin gaat hij zuigt dus dat beslag op. Dus hij mist een centimeter waar beslag niet zit, in het touwtje. Dus dan moet in het begin wat meer druk zijn eigenlijk. Wil hij dat centimetertje overbruggen qua tijdslimiet dat hij begint te wegen. Dus het mooiste is als hij op een papiertje komt, dat hij dus ook gelijk beweegt. Dus dat hij zijn aansluiting niet mist. Oké, maar kun je dat niet zelf gewoon aanpassen? Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat hoor. Ik zal het zo meteen bij. Ja, je kan dat wel aanpassen. Dan moet ik het slangetje eraf halen, flesje eruit. En dan doe ik even met de hand dat stukje repareren. Oh, maar het kan dus wel? Ja, het kan wel. Ik haal deze nou weg, dus ze liggen niet meer gecentreerd. Maar op het moment dat hij begin mist en je zou dus de volgende opdracht opnieuw doen, bijvoorbeeld weer Playmobil, dan gaat hij weer daar beginnen waar hij dus slecht ging. En dan gaat hij er nog een keer overheen. En als je dan op pauze drukt, stopt hij. Nadat hij dit lijntje heeft gemaakt, stopt hij dus daar. En dan is hij weer gerepareerd. Oké. Dus allemaal wel. Oké, nou, heel erg bijzonder. Nou, we gaan hem kleuren, jongens. Hij zegt zo min mogelijk kleuren. Maar ja, we gaan even kijken of het gaat lukken. Oh, we zitten op een kinderbankje. Hè? Zo, ik voel hem al bewegen. Nou, die hebben we niet nodig. Die hebben pas op het laatst nodig, denk ik. En we gaan hem inkleuren. Kijk, dit is wel een beetje huidskleur, vind ik. Oh, even een pootje eroverheen. Homo, pootje. Nou, we gaan even zijn gezicht dan even doen, hè. En eens even kieken. Ho. Het gaat wel heel erg snel, zeg. Hey. Nou, wat een wonder. Oh.
Dit is wel lang zeg. Moet wel geduld ervoor hebben. En dit is allemaal beslag, hè? Dat moet je voorstellen dus. Hij moet voorstellen, dat is het ook gewoon. Nou, ik hoop dat de bewerker hem even kan versnellen, want dit duurt zo lang. Maar ja, dan heb je ook wat, hè? Nee. Nou. Kleuren met stiften en potloden gaat wat sneller. Nou. Het is niet ons eigen logo, maar ja, dat... Weet je, we hoeven niet meteen alles zelf te gaan ownen. Nee, we worden niet gesponsord door Playmobil, als jullie dat denken. De tafel gaat heen en weer. Oh. Nou, gaan we even kijken of we hem nu helemaal vol hebben. Zo. Die hebben we. Nou, dan zijn we al bijna een paar minuten verder. Heb ik alleen nog maar het gezichtje ingekleurd. Nou, de rest nog. Tjonge, jongen. Nou, gaan we even het oogje doen. Die wil ik blauw hebben. Oh, jongens. Zo, dat gaat hard, zeg. Zo. Nou, doen we zijn hoedje ook meteen even. Als je denkt, wat beweegt die tafel? Er zit een jonge dame bij mij hier aan tafel. En die is... Hoi, vind je het leuk? Mooi, nou, in ieder geval de kinderen vinden het leuk. Ik vind het zelf ook leuk. Dus dat is wel mooi. Nou, jongens. En dan mag de cameraman hem zo dadelijk opeten. Kijk, iedereen vindt het leuk. Zelfs de ouders vinden het ook leuk. En voor de ouders, er staat ook nog een koffiebarretje. Dus dan kun je lekker een koffie drinken en met een stukje pannenkoek. Pannenkoek. Oh. Kon je iets wat kleiners aan me geven? Ik ben hier nog even mee bezig, zo te zien. Die heb ik, ik ben bijna klaar. Kijk, oh, zo. En de meisje wil de blauw, alsjeblieft. Blauw. Kan zij ook weer verder en kan ik weer verder met... Nee, wat is dit? Ik weet niet wat voor kleur dit eigenlijk is. Is dat huidskleur? Oh, ik dacht dat dit huidskleur was. Dat is oranje, oh, oké. Okay. Ja, kijk. Zo zie je maar dat ik nog een lesje kan leren van de kleine kinderen hier bij Pannenkoekenfeest. Nou, wat een feest. Hou je hem wel recht? Je moet hem wel recht houden. Recht. Nee, ja, goed zo, jongen. Goed zo, jong. Nou, dan gaan we eens even huidskleur doen. Ja, ik ga nu zijn haar doen. Dus ze wordt zijn haar huidskleur en zijn gezicht wordt oranje. Mwa, oké. Okay. We doen het ook voor de fantasy, hè? Ja, kijk, dit is inderdaad huidskleur. Nou ja, maar niks aan. Doen we gewoon lekker andersom. WTF TV is altijd wel een beetje van een aparte kant. En... we willen het altijd anders hebben zoals we het willen. Dus we gaan het even meemaken, hè, jongens. Ja, even lekker kleuren. Nou... Kunnen we hier een wachtmuziekje onderzetten, regie?
Zo'n liftmuziekje. Ja hoor. Ja, je moet snel zijn, want de kinderen willen allemaal die kleur hebben. Dus we moeten nog opschieten ook, jongens. En ik doe dit voor het eerst. Schijnbaar hebben dat kindje het al vaak gedaan, want die gaat hard. Misschien kan de cameraman even kijken bij het kindje. Bij het meisje. Ik kan niet even kijken hoe snel zij gaat en hoe snel ik ga. Nou, ik voel me net een opa hier. Mijn schoen is dus vol. Mondje. Oh, mondje. Ja, dankjewel. Oh, kijk, heel die mond vol. Heel die mond helemaal vol gespuugd. Nou, dan geven we hem door. Alsjeblieft. Kijk hoe snel zij is dan. En kijk hoe traag ik ben dan. Ik zie dat één plekje hier. Ja. Oh. Kijk, dan doen we hier daar ook nog even een druppeltje. Kijk, dan heeft hij ook nog een pupil. Zo. Twee pupillen heeft hij bij mij. Maar, geweldig. We gaan hem even bakken, jongens. Nou, kom mee, cameraman. Hup, lopen met dat lichaam van je. En we gaan hem maar eens even bakken. Kijk, hij is zo geworden. Nou, oh, hij loopt helemaal uit, joh. Krijg nou wat. Kom. Ja, inderdaad. Word je meteen kinderen geronseld voor foto's hier, zie ik. Dat is de fototalent? Zeker weten, zeker. Toch? Ben jij fototalent? Ja. Oké, okay, top. Kijk, dat is mooi, hè. Dan hoort je ook nog filmtalent bij ons. Nou, we hebben de plaat en we gaan hem aan deze mevrouw geven. En die gaat hem voor ons bakken. Nou, we gaan eens kijken hoe dat werkt. Even een wachtmuziekje weer erbij. Kijk, dat is een plaat, die wordt helemaal warm gemaakt. Als ik jou was cameraman, doe je vinger even erop. Misschien even voelen of die... Vandaag niet. Wat zeg? Vandaag niet, ander keertje weer. Ah, jammer. Nou oké, in ieder geval die plaat die is gloeiend heet. En zo zie je dat die pannenkoekjes dan meteen, ja, echte pannenkoeken gaan worden. Kijk eens hoe geweldig. Ja, die voor ons ligt er natuurlijk als laatste op, dus wij moeten even wachten, even geduld hebben. Nou, oké, dat hebben wij altijd. Oh, dan komt hij. Oh jee, hou vast. Hey, kijk eens, wauw! Kijk dan, jongens, kijk dan. Geweldig. Ik heb hem mooi gekleurd ook, hè, of niet? Ik vind hem helemaal gelukt. Ik ook. Dan moet je hem even doen. Mooi! Nou, zoals je ziet, hij is bijna klaar. Dus we kunnen bijna gaan smikkelen. Oh, we kunnen gaan smikkelen. Meneer. Dankjewel. Bestekje, servetje. Heb jij bestek nodig? Ik heb nog eten. Ja, de cameraman mag hem gaan eten. Hij heeft bestek nodig. Hij is wel heet. Hij is heel erg heet. Nou, dankjewel. Jij gaat hem even proeven. Dus we gaan even weer terug naar de plek. En dan mag jij hem gaan proeven, neem ik de camera over. Lol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 . Nou, we gaan hem maar eens even proeven. Ik zou zeggen, Matt, jij mag hem gaan proeven, pik. Ja, daar zitten we dan. Ik moet hem op gaan eten. Don kleurt hem lekker makkelijk in. Hij mag het leuke werk doen. En omdat onze grote weet, die heeft pannenkoek, geen pannenkoek lust, moet ik hem op eten. Daar gaan we. Poedersuiker? Doen we, hè. Kaneelsuiker met. Die houdt al van een lijntje. Ik heb gewoon trillende handen van die camera. Dat moeten we zo lang doen over die camera, het filmen of het inkleuren, dat ik trillende handen heb gekregen.
hij is niet helemaal gaar. Het idee is leuk, maar ik laat de rest staan. Plak dat vast aan mijn gehemelte. Niet helemaal gaar. Wel lekker. Had iets langer op de plaat gemogen. Nou, de cameraman heeft hem geproefd. Zoals je hebt gehoord, was hij niet helemaal gaar. Maar oké. We gaan even kijken. Zelf vind je pannenkoeken niet lekker, of zo? Ik vind wel pannenkoek wel lekker hoor, maar... Je bent er wel op uitgekeken naar zoveel pannenkoeken. Ja, zeker. Ook genoeg pannenkoek gebakken, dus ik heb wel zin in een lekker broodje. Wat heb je nou dan, broodje? Kroket met mosterd. Ah ja, kijk. Dat is natuurlijk ook lekker, broodje kroket met mosterd. Altijd ook weer lekker dan een pannenkoek. Maar oké. We gaan even kijken bij de beste heer. En we gaan eens even vragen aan de beste heer van hoe het nou eigenlijk... in zijn werk gaan, want dat hebben we eigenlijk nog niet uitgelegd gekregen. Het is een 3D-printer die één ding mist. Voor de rest heeft hij alle techniek en onderdelen die een 3D-printer heeft. En dat is de Z-as, die gaat omhoog. Maar ja, beslag, dat is vloeibaar. Dus zou hij het nou omhoog gaan printen met beslag, dan zou dat net zo hard weer naar beneden vallen. Dus dat is het enige onderdeel wat hij mist. Voor de rest heeft hij eigenlijk alles. En hoe dat nou werkt is dat er eerst een design gemaakt wordt op de computer. Als dat design klaar is, zou je hem nog kunnen testen en daarna opslaan op een SD-kaartje. En dat SD-kaartje dat gaat hier in de printer. En hier kan ik dan de naam van het opgeslagen plaatje terugvinden. En dan druk ik op start. En vervolgens heb je een dispenser waar het beslag in zit. En daaraan vastgekoppeld een luchtslangetje. Gaat hier de printer in. Er zit een motortje en twee hele kleine pompjes met zuigertjes erin. En de ene zorgt ervoor dat hij de lucht blaast op het moment dat hij een lijn moet printen. De andere zorgt ervoor dat hij niet blaast als hij een stukje moet overslaan. Dan zuigt hij het beslag op, waardoor het flesje dus niet lekt. Eigenlijk is dat een beetje het basisprincipe. Er zit een chipje in de printer. En na een hele lange tijd ben je erachter hoe het een beetje werkt. En dan kun je leuke dingen ermee doen, zoals vandaag hier. Oké, maar in principe zouden we dus eigenlijk dan ook ons logo kunnen erop zetten? Ja, in principe is het designen op zich, kan werkelijk alles gedesigned worden. En je kan daadwerkelijk ook alles printen. De enige limiet die je hebt... Wil je het logo ook zichtbaar houden of hele kleine lettertjes? Stel je doet zo'n klein lettertje A printen. Ja. Die heeft dus een klein soort driehoekje in het midden. Dat wordt één vlek en dat wordt niet een driehoekje. En als je het nog kleiner maakt is de hele A een soort vlek geworden. Oké. Okay. Dat is de limiet. Een pennenstreepje is bijvoorbeeld 0,5 millimeter. En een beslagstreepje is al gauw 3 millimeter bijvoorbeeld. Dus als je twee... streepjes designed in je programma die dus streepjes 3 mm. Je doet er 2 mm tussen en dan weer 3 mm. Dan weet je dus dat je een lijntje hebt van 6, 7 mm. Ja, klopt. En dan komt het dan niet... Komt het logo of iets anders komt niet helemaal tot z'n recht. En dat is de enige limiet die er eigenlijk in zit. Beslag gaat vloeien. Oké, maar nu kunnen de mensen dat hier doen bij de Megastore. Maar ja, als mensen dit hebben gemist, waar kunnen ze jullie vinden of komen jullie ook langs, thuis langs? Ja, wij willen best thuis langskomen. Alleen de hele voorbereiding kostte technisch het plaatje om printje pannenkoek bij de mensen thuis te krijgen of ergens anders. Maakt het niet gek veel uit of het nou bijvoorbeeld 16 of 60 of 160 mensen zijn. Er is een verschil bijvoorbeeld tussen 6 mensen en 160 mensen. Er zou een verschil van €35 zijn, dat het hoger is. En de rest zit hem in de eerste kosten. Oké, en waar kunnen ze jullie vinden dan? Je kan ons vinden op printjepannenkoek.nl. Zowel Facebook of Twitter, Instagram.
En op de site, prinsjepannenkoek.nl. Oké, nou, ik wil u heel erg bedanken voor dat wij het mochten uittesten en laten zien aan onze kijkers. Leuk dat jullie hier waren. En ik wens u veel succes. Jullie ook. Succes met de uitzendingen. Dankjewel. Dus mensen, hebben jullie nou zin om ook zoiets te gaan doen? Kijk dan gewoon even op www.prinsjepannenkoek.nl en daar vind je de nodige informatie. Nou, zoals je dus hebt kunnen zien, het is niet uitgestorven. Er is toch nog leven in de brouwerij hier in de Megastore. En dat is best wel gezellig met de 3D pannenkoekprinter. Ik zeg mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe aflevering van WTF TV. Later! Allemaal wel leuk al die pannenkoeken, maar we gaan toch even lekker naar de McDonald's, hè?